Frans Timmermans is los. Na een lange periode van terughoudendheid, is de verkiezingscampagne nu ook voor hem losgebarsten. De leider van GroenLinks en PvdA deed gisteravond een groot tv-optreden in Kali-Sofie, waar al zijn stokpaardjes voorbij kwamen. Een daarvan was het verhogen van de belastingen. Er moet een miljonairstaks komen, vindt Frans. Ik vind dat mensen die in Nederland miljonair zijn en heel veel verdienen, ook wel meer mogen bijdragen aan wat we collectief nodig hebben. Je zal ervoor moeten zorgen dat je mensen op een eerlijke manier laat meebetalen aan de toekomst van Nederland. Juist als Frans het woord miljonairs uitspreekt, neemt de iets wat-valse regie van Khalid Sophie twee andere gasten in beeld: Talpa Miljonairs Gerard Ekdom en Patty Bart. En de regie schiet raak, want juist zij zitten er op dat moment als twee geslagen honden bij. Die zitten natuurlijk helemaal niet te wachten op zo'n extra belasting. Het is dan ook de vraag wanneer Petty precies met Frans heeft staan knuffelen achter de schermen bij de NPO. De 68-jarige televisiediva heeft op Instagram een foto geplaatst waarop ze behoorlijk om de linkse leider heen hangt, maar was dat voor of nadat ze hem zijn pijlen zag richten op miljonairs zoals zij? Petty heeft helemaal geen ruimte voor een hogere belastingafdracht. Zij klaagde onlangs al dat Ibiza, waar ze deeltijds woont, zelfs voor BN'ers duur aan het worden is. Houdt Frans daar wel rekening mee als hij op televisie loopt te roepen dat miljonairs meer belasting moeten betalen? Kan Petty straks nog wel naar de Pascha? Frans belooft dat er nog een calculator over al zijn ideeën heen gaat. Daar maken wij plannen voor die wij laten doorrekenen. Dan weten mensen voor de verkiezingen waar ze met ons aan toe zijn. Hoe dan ook, was het interview van Khalid met Frans een beetje kritisch? Of was het te veel een warmbad? Ik vond dat ze het allebei goed deden, oordeelt ster-interviewer Antoinette Schulderman op X.